staan vanavond bij Sportclub Bemmel, die eigenlijk iedere twee weken papier ophaalt. We praten vanavond met Arno van Heusden. Dag Arno, vanavond weer een grote ophaaldag? Vanavond een hele grote ophaaldag, omdat we 6 weken achter elkaar geen papier gelopen hebben vanwege de feestdagen. We hebben daarom vanavond in plaats van 6, 8 voertuigen en 17 beladers die op pad gaan om in een groot deel van Bemmel het papier weer op te halen. Nou is er in de kranten te lezen geweest dat het papier eigenlijk niks meer opbrengt. Heeft dat voor jullie nog consequenties? Tot op dit moment niet. Wij hebben met de gemeente Bemmel een afspraak, of met de gemeente Lingewaard moet ik zeggen, een afspraak dat wij een inzamelvergoeding ontvangen. Dat houdt feitelijk in dat het tonnagepapier dat we inzamelen, krijgen we een bedrag per ton voor. De opbrengst bij de papierfabriek voor de opbrengst van het papier is voor de gemeente. En wij krijgen dus een vergoeding die zeg maar zoveel cent per kilogram is. En dat maakt dus niet uit omdat de papierprijzen in de markt kelderen. Het is wel zo dat de tonnages papier in de loop der jaren natuurlijk gaan dalen vanwege alle online shopping wat er gebeurt. Dus dat is wel een effect voor ons, maar de kelderende papierprijzen niet. Dus u zegt dat het gewicht aan papier de afgelopen tijd wel afgenomen is? Ja, denk maar aan telefoonboeken die inmiddels niet meer in gebruik zijn of de grote dikke weekampgidsen. In deze periode heb je wel rond de kerst en Sinterklaas natuurlijk wel wat meer blaadjes en folders als dat je normaal hebt. Maar de echte grote dikke catalogus en dergelijke die verdwijnen uit het papierbeeld en dus ook niet meer in de auto. En hebt u al iets gehoord van de gemeente dat het voor u consequenties zal hebben? Of? Op dit moment niet. Het is wel zo dat wij jaarlijks een afspraak met de gemeente hebben en ook zelfs voor een meerjaren stilzwijgende verlenging. Dus het is niet zo dat als de markt plus of min keldert dat we daar per direct effect van ondervinden. Maar het zou kunnen zijn als de gemeente echt pijn gaat voelen dat ze contact met ons zoeken. Maar feitelijk doen we nog steeds hetzelfde en krijgen we daar nog steeds dezelfde vergoeding voor.